Ja, het is gewoon altijd een gekhuis geweest. Heel veel autoverkeer, veel fietsverkeer en die bussen, alles bij elkaar. En het is al, alles is te smal. Toen wij hier kwamen wonen, 20 jaar geleden, werd altijd gezegd van ja, het wordt afgesloten, maar het gebeurde niks. De actie van Bos Groen heeft denk ik de doorslag gegeven. Bergenstraat is jarenlang door in het oog liever van onze partij en van buurtbewoners. En we proberen eigenlijk al jarenlang de aandacht te vragen. En de Bos Groen heeft samen met wijkbewoners hier actie gevoerd. Flyers uitgedeeld, een filmpje gemaakt. Laten zien wat hier eigenlijk aan de hand is. En hoe onveilig het is voor fietsers, voetgangers, door alle drukte bij elkaar. Ja, toen is het balletje gaan rollen. Ja. Geagendeerd in de gemeenteraad. De afsluiting hebben we voor elkaar gekregen en dat, daar ben ik wel echt super blij mee. En Leo volgens mij ook. Ja, heel erg blij. En het is de drukste fietsroute in de stad eigenlijk. Hè? Er zijn 7000 fietsers hier op een drukke dag. Ja, en het is voor iedereen zoveel fijner. Ja, het wordt een stukje smaller, een beetje groen erin. En ik hoop geen auto's meer. Er komt wel een camera te hangen. Zoals Leo ook zei, ik ben jarenlang bezig geweest om oplossingen te zoeken. Dit kan zo niet lang. Het is gevaarlijk, het moet leefbaarder. Het Bos Groen is een partij die samen met bewoners dingen agendeert, probeert om dingen in beweging te krijgen. En zo ook hier met de Van Berkelstraat. Dit werkt. En als je nou ook belangrijk vindt dat er gewoon dingen gebeuren in die stad, dat de problemen van de burgers worden opgelost, stem dan gewoon Bos Groen.